dat er minder stigma komt. Dat je net zo makkelijk praat over mentale problemen als over lichamelijke problemen. Mijn onderzoek gaat naar de vroege kenmerken van ernstige psychiatrische problemen. Ik kijk naar de breinontwikkeling, maar ik kijk ook naar cognitief functioneren. En ik kijk ook naar factoren die te maken hebben met stress en spanning. Niet alleen maar focussen op het risico, maar ook op vroeg interventie. Zodat deze jongeren niet de patiënten van de toekomst worden. Ik hoop dat met mijn onderzoek dat er steeds minder een verschil komt tussen lichamelijke en mentale gezondheid. En dat het net zo belangrijk is om mentaal veerkrachtig te zijn als dat fysiek.